We staan hier voor de bouwput van Van Valk Wassenaar. Ja, wij als hoofdaannemer hebben Resolu zijn gevraagd om te voldoen aan BREEAM certificering. Nou, BREEAM is een methode voor het certificeren van duurzaam vastgoed. Het wordt beoordeeld op verschillende criteria. Vaak wordt dan gedacht aan CO2-uitstoot of vervuiling of energie. Maar je hebt bijvoorbeeld ook credits die te maken hebben met management, met bouwplaatsbeheer. Ja, met verlichting, met hinder naar de omgeving. Dus in de breedste zin van het woord, duurzaamheid van een gebouw. En dat heeft voor ons enige consequenties, gezien wij daar vooraf rekening mee moeten houden. Je haalt met BREEAM ook een ontwerpcertificaat en een oplevercertificaat. Dus aan de voorkant moeten de punten afgekaart worden, zeg maar, in het ontwerp zijn opgenomen. Je hebt ook een aantal bouwplaatscredits, ja, die kan je achteraf natuurlijk niet meer halen. Het moet wel vooraf allemaal goed kenbaar gemaakt worden, ook voor al onze onderaannemers. Wat de regels zijn op de bouwplaats en ook met afvalscheiding bijvoorbeeld. Dienen wij om met extra punten te behalen minimaal 7 afvalstromen te realiseren. Maar dat moet wel iedereen op de bouwplaats weten. Later wordt er dan in het bouwproces komt er ook een assessor in beeld. En die controleert dus ook alle stukken en alle bewijslast. En voldoen we overal aan en doen we wel wat we zeggen. Ja, voor BREEAM is het, zijn de energiecredits erg belangrijk. Daar kan je ook de meeste punten op halen. En omdat we het hoogste certificaat nastreven, is het wel belangrijk dat je met duurzame energie energiehuishouding regelt voor de nieuwbouw. Dus alle ruitenverwarming wordt geregeld met warmtepompen. Maar de elektriciteit die daarvoor gebruikt wordt, die wordt dan weer volledig gecompenseerd met zonnepanelen. Dus op die manier kan je je energievraag duurzaam en op die manier sluitend krijgen.